Het Solarboot-team van de TU Delft had er heel veel zin in. Hun boot zou meedoen aan een grote race in Monaco. Helaas gooiden de coronamaatregelen roet in het eten voor het team. Ze konden hun boot niet uitgebreid meer testen en de race werd afgelast. Om toch een nieuw ontwerp te kunnen demonstreren, werd een eigen, kleinschalige race georganiseerd met andere Nederlandse teams. Het Ketelmeer in Flevoland was het decor. Ja, onze boot die heeft zogenaamde draagvleugels, dus dat betekent dat onze boot, de romp van de boot, eigenlijk het water uit wordt getild. Waardoor we eigenlijk gewoon een vliegende boot hebben. Zo heb je dus veel minder oppervlakte eigenlijk van je boot, bijvoorbeeld van je romp, in het water. Waardoor je dus ook veel minder weerstand hebt en dus met minder energie veel sneller vooruit kan gaan. We hebben dit jaar voor het eerst een speciale folie op de buitenkant van onze vleugels. We noemen dit sharkskin. Het is een soort van een sticker met een bepaald relief dat lijkt op de huid van een haai. En deze folie zorgt voor een weerstandsvermindering op onze vleugels. Overal, gezien de hele boot, scheelt het in totaal 2,5% in weerstand. Maar per vleugel scheelt het zo'n 7%. Dus dat is best aanzienlijk. Het is ook onze missie van het Solarboot om de engineers van de toekomst op te leiden. En dat doen we dus ook door middel van het Solarproject. Omdat je zo'n ontwerpcyclus en vervolgens de productieperiode met het testen en het valideren van je ontwerp. En er daarna ook nog echt de competitie mee aangaat. Geeft zoveel nieuwe inzichten tijdens het jaar. Ik had zelf niet eens verwacht dat ik er zoveel had gekregen. Ja, het was ontzettend spannend. Onze boot heeft afgelopen week echt best wel goed gepresteerd, ook met de testen die we hadden. Dus we gingen hier met best wel goede hoop naartoe. We dachten, nou, we gaan lekker varen. We dachten dat het wel heel erg spannend ging worden met Sunflare. Klavis is altijd een van onze grootste rivalen geworden. En helaas hebben we daar nog niet genoeg voor getest. Maar Sunflare hadden we verwacht zeker spannend te worden. En onze boot, die had het wel gekund. Maar helaas, soms werkt het, soms werkt het niet. En we hebben vandaag wel wat vervelende tegenslagen gehad. Waarvan ik wel denk dat we die echt zo snel mogelijk, goed mogelijk hebben proberen op te lossen. Daardoor werd het ontzettend nog spannend met Twente en hebben wij op het nippertje nu van Twente gewonnen. Nou, voor ons was het sowieso gewoon een dag om te vieren dat we dit jaar toch hebben af kunnen maken. Toch een boot hebben kunnen bouwen ondanks alle coronaproblemen en een 2,5 maand lange stop. Dus ja, het is helaas, maar we gingen ook voor de leerexperience dit jaar en dat is zeker gebeurd.